zitten weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus en ik geniet maar weer op van mijn leven. En het is wel klimmersnel aan het tegenslaan al vandaag. Dat ga ik je al even al melden. Waarom is het zo wat aan het tegenslaan? En wel, ik was bijna rond en dan zeg je ja, mijn schat, ja, ik ben al onderweg naar de krantenwinkel. Oké, dan. Dan nog alles nog snel moeten inpakken. En dan aan de ene kant als ik dan naar onder ga, dan komt de tweede tegenslag. Jawel. Mijn moeke die belde. Daar komt er dan ook nog een keer bij. En als dat nog niet het enige is, dan rijd ik uit mijn straat met niks aan de hand. Dan moet ik het stationsstraat indraaien. En dan in een keer, ja, staat er een autoleerling. En die valt er niet in één keer, niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer, niet vijf keer, niet zes keer, niet zeven keer, niet acht keer, niet één keer, maar tien keer stellen. Oh. Maar ik ga het daar ook niet zo tegen, want het is een leerling. Dus die moet het ook nog leren. Dus veel succes, die ene leerling die daar aan het leren is. Maar ja. Die tegenslag heb ik dan ook weer al gehad. Voor mijn kant dan. Hè. Maar je moet je niet schuldig voelen. Die ene leerling die mij heeft zo wat in vertraging heeft gebracht. Ik ben nu dus onderweg naar Bea toe. Dus naar de krantenwinkel natuurlijk. Daarna gaan we dus naar Bea haar mama toe. Ik moet nog de vlog van gisteren moet ik ook nog volledig in elkaar nog steken. Dus dat is ook nog niet gebeurd. Dus oh, ik heb nog veel te doen. Oh, damn you. Als dat maar allemaal goed komt. Dus als de vlog van gisteren te laat is online komen, mijn excuses, want het is al 12:36. Ik heb je al één ding al zeggen. En dan spreekt zij af, ja, om 1 uur. En dan, ja, nee, dan is ik, ja, dan is ze naar de krantwinkel ondertussen toe aan het gaan. Allee, kom maar. Allee. Ik kom niet speciaal naar deze rijvak toe om trager te rijden. Dank u. Want ik zeg niet rechts voorbij. Dat doe ik nooit. Ja, dus de vlog is dus nog niet helemaal, nog niet van mijn gsm af. Ik heb zelfs, helemaal, ik heb mijn laptop bij. Maar ik heb mijn kabel weer dan niet bij. Oh, hopelijk geeft mijn schatje de kabel bij. Politie. Politie. En het is goed. Voilà. Amai. Ah wel, een positieve pluspunt. Ze hebben een mondmasker aan. In the back of me. Zelfs heb ik wel copyrights. Nee, dus ik ga daar ook mee stoppen met dat zingen, want ik krijg meer en meer copyrights en dat is niet te goede voor mijn channel. Ouch. Dan moeten we dus ook wel eens opnieuw vinden. En het weer ziet er ook vandaag niet denderend uit, dus waarbij wil ik je mee zeggen, ja, mag niet frissen. Komt in gedrang voor morgen. Voilà, ik heb nog iets kapot gemaakt. Sorry, ik moest ook iemand eerst vermoorden. Ik heb een... Sorry voor de dierenliefhebbers. Ik heb zo net een spin gekild. Sorry. Even opletten op de baan, want dat is hier altijd zo'n drukke punt. Maria. En
dan is het ook nog rood. Ja, ik ben al 5 minuten onderweg naar mijn schat. Het komt wel goed. Maar één ding ga ik je wel zeggen, schat. Ik ga wel veilig zijn. We zijn nu aan het wachten wat ze gaan doorvoeren vandaag. Gaan ze opnieuw een lockdown doorvoeren of niet? Ik weet het dus totaal nog altijd niet. De persconferentie is momenteel nog altijd gaande. Daar zitten ze bij elkaar. En ze zitten ook nog allemaal te vergaderen. Wat er allemaal nu uit de bus gaat komen, want het gaat weer wat de stuipgaten uit. Volgende week al 20.000 besmettingen per dag, kom aan. Ergens een handrem optrekken, hè? Dat dat weer al naar onder valt. Maar ja. En nog gaan voor de pretparkliefhebbers. Ik heb ook slecht nieuws voor de pretparkliefhebbers. Dat is wel al beslist. De pretparken moeten onmiddellijk sluiten terug. Dus de deuren moeten toeblijven. Jammer genoeg. Dus dat bij deze weten jullie dat. Nu moest het echt een hele mooie seizoen worden. Eens even kijken waar ze is. Ah, daar is ze. Dus. Ik ga dus echt alles opbiechten. Ik ga alles opbiechten, schat. Wat? Ik ga zometeen alles opbiechten. Opbiechten? Ja. Maar dat nog zo lang heeft geduurd. Ja. Ah, wel, één. Ik was dus, toen jij in één keer zegt, ja, ik ben al onderweg naar de krantenwinkel. Ja. Toen was ik juist op dat moment, wou ik nog net kijken voor wanneer dat ik Telenet moest gaan betalen. Dus oh, ik was daarmee. Ja. Dan twee, dus dan moest ik nog mijn bak maken die hier achter staat. Dus dat is nu ook gebeurd. Ja. Daar zit dus mijn eten in. Ja. Drie, dan toen ik juist naar onder ging, belt mijn moeken op. Hoe het ging bij mij. Ja. Omwille van die voorval van gisteren. Ja. Dan vier. De vierde tegenslag. Dat was aan het tenniscentrum. En een leerlingauto voor mij. Oei. 10 keer stilgevallen. Nee. Ja. En ik zeg, nee, kom. Ik moet naar Vea. Ik moet naar Vea. Zo wat ik aan het stressen. Oh, maar schatje, daarvoor moet je niet stressen. Hè? Ik kan dat niet weten. En jij moet daar dan niet voor stressen. Oké. Okay. Als jij achter een leerling staat, dan snap ik dat. Ja, en je weet, in de Langveldstraat, daar is maar één rijvak, hè? Ja. Voilà. Dat is er gelijk in een expressweg. Jammer genoeg. Bij deze. Ik heb het warm en net had ik het koud. Oh, oké dan. Ja, het heeft geregend wanneer ik ging wandelen naar de krantenwinkel. Ah, oké, dat is goed. Maar mensen, je ziet, mijn schatje is er terug bij, dus alles komt weer ook goed. Maar dan ga ik jullie dus nu even laten, want het is weer al fucking heel rood. Goed licht. Ja mensen, ik kan ook soms grappig zijn. Soms? Vaak. Oh god, hoe die zit te kijken. Sorry. Die lijkt even op mijn oude huisarts. Ah, oké. Okay. Maar mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Hey, yo. Kersen en welkom op het laatste fragment van vandaag. Ik heb vandaag niet veel gedaan. Ik heb wel heel veel gerust is vandaag. Het weer was ook vandaag niet zo denderend, want het heeft ook regelmatig ook geregend. Dus ik heb ook geen buitenactiviteiten gedaan. Maar ik ben wel naar Bea, haar mama, gegaan, samen met Bea.
afstand. Wel, ja. Oké, ze heeft het al gezegd, op afstand. Dus, anderhalve meter. Voor de rest, nog een toertje gedaan met de wagen. En dan zitten we hier nu terug thuis op mijn appartement. Dan gaan we s'avonds kijken naar Enzo Knol. Dan gaan we ook nog kijken naar familie. Eerder naar familie dan Enzo Knol. Oké, eerst familie en dan naar Enzo Knol. Nee, ik wou ook nog met zuster op de computer. Ah, ze wil continu iets kijken als ik hier ben. Ah, oké, ze wil even op de computer. Oké, dan mogen ze. Ik ga nu ook de vlog van gisteren in elkaar nog steken, want ik heb dat nog vergeten. En het is nu al 17:50. En die moet dus nog renderen en al dus. Dimitri, begin maar op te schieten. En deze vlog gaat dan ook al in het renderen staan. Dan is deze wel altijd upgeload. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En sorry als het zo'n korte vlog is. Want ik weet niet hoe lang dat ik de vorige fragmenten heb gefilmd. Heb ik deze keer niet eens bijgehouden. Sorry daarvoor. En dan zou het nog een lekkere macaroni met kaas en has eten. Yay. Voilà, mijn gsm stick erin. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Beste Psycho-fans, kijkers. Ik heb klein beetje slecht nieuws over de vlog van vandaag. Die gaat jammer genoeg niet op tijd klaar geraken. Want die zit nu nog altijd in de render modus. En dan moet je die nog gaan uploaden, dus het gaat sowieso morgen twee vlogs zijn. Eén om 14 uur en dan de andere weer al om 17 uur. Om 19 uur, sorry. Dus eentje om 14 uur en de andere om 19 uur. Dan weten jullie dat. Sorry daarvoor, nogmaals. Ik heb te laat aan begonnen. Maar ik heb het ook wel druk gehad toch vandaag, maar het maakt niet uit. Ja, kan gebeuren. Allee, dus dan weten jullie dat dus dat er morgen dus twee vlogs zitten eraan te komen. Eén om 14 uur en één om 19 uur. Tot dan. Ciao. Vergeet ook niet te abonneren.